Dinsdag bleef het bij een achtervolging van de meisjes in de racehof, maar vrijdag en maandag liet een man rond de 50 zijn geslachtsdeel uit zijn broek hangen en probeerde de meisjes in de bosjes te trekken. Wat vind ik daarvan? Ja, schandalig natuurlijk. Ik vind mensen moeten op het poten van kinderen afblijven. Zo simpel is het. Verschrikkelijk. Ja, is echt verschrikkelijk. Ja, wat moet ik daar verder op zeggen? Hopen dat ze hem snel pakken, dat is het eigenlijk. Castreren. Met twee bakstenen zo. En dan kom ik het nou doen. Het is vreselijk dat de kinderen niet meer op straat durven en oudere mensen s'avonds ook niet. Het is gewoon verschrikkelijk voor het. Ik heb er maar één woord voor, niet normaal natuurlijk. Schrikken. Ik heb er zelf eentje van bijna 11 en eentje van 13. Dus is toch, 13, dus, die van 13 is een meisje, dus dat is toch wel gevaarlijk. Ja, verschrikkelijk. Hè? Dus, dat het mogelijk is dat mensen zo iets doen, dat is gewoon belachelijk. Buurtbewoners houden een oogje in het cel, maar soms te vergeefs schatten ze in. Ik denk als mensen echt kwaad willen dat de racehof één grote speeltuin is wat dat betreft. Zo? Nou, dat er overal kinderen op straat gewoon moeten kunnen spelen ook. En heel veel jonge gezinnen wonen en heel veel kleine kinderen. Ik heb natuurlijk nog zelf geen kinderen, maar stel je voor dat ze wel je kinderen zijn, dan zou ik wel alerter zijn op mijn eigen kinderen natuurlijk. Ik denk als je iets verdacht ziet dat je dat meldt. Maar ja, goed, wanneer is iets verdacht en wanneer niet? Hè? Ik vind dat soms wel heel moeilijk hoor, dat je daar iets over moet zeggen. Een groep jongens bij elkaar is ook al gauw angstaanjagend. Ja, in ieder geval kleine kinderen bij zich houden en goed alert zijn. En laten weten dat de buurt meekijkt. De sms alert of, ja, wij zeggen, kunnen het niet, want we zien het geen even bij, de kleine lettertjes. Maar dat lijkt me een goed ding. Heel goed zelfs. Ja, en als kan meer blauw op straat, maar ja. De politie onderzoekt of de drie incidenten in de race of iets met elkaar te maken hebben.